Maatschappij lid 2, politiek, hoofdstuk 4, het parlement. De Nederlandse democratie. De Nederlandse democratie heeft eigenlijk op alle niveaus steeds dezelfde opbouw. Het begint onderaan bij de burgers die mogen stemmen. Dat zijn de mensen in de provincie, in de gemeente of, als het om de Tweede Kamer bijvoorbeeld gaat, voor heel Nederland. Je ziet in het schema op wie je gestemd mag worden. Dat zijn de onderste drie blokjes. Dus we mogen stemmen op de gemeenteraad, provinciale staten en de Tweede Kamer. De Eerste Kamer wordt gekozen door provinciale staten. De Eerste en de Tweede Kamer samen noem je het parlement. De Eerste en de Tweede Kamer samen zijn dus onze volksvertegenwoordigers. En zij controleren de bestuurders. De bestuurders, als je kijkt naar het land, dat is de regering. De regering bestaat uit de koningin en de ministers. En een ander veelgebruikte term is het kabinet, waarin de ministers en de staatssecretarissen zitten. Dat vormt dan het bestuur van het land. Taken van het parlement. De twee belangrijkste taken van het parlement zijn controle van ministers en wetgeving of medewetgeving. Medewetgeving. Om deze taak goed uit te kunnen voeren, heeft de Tweede Kamer een aantal rechten. Die rechten zijn het recht van initiatief, betekent dat ze zelf met een nieuwe wet mogen komen. Het recht van amendement, nou, amenderen is iets wijzigen. Dus dat is het voorstel om een wijziging in een wet te doen. En ze hebben het stemrecht bij wetsontwerpen. Dus uiteindelijk moet een wet aangenomen worden. Alle Kamerleden mogen daarvoor stemmen. Een wet wordt aangenomen als de meerderheid voor heeft gestemd. Om de controlerende taak uit te voeren, heeft de Kamer ook een aantal rechten gekregen. Dat zijn het recht van motie. Eigenlijk, een motie is eigenlijk een soort verzoek. En dat kan zelfs zover gaan dat je een verzoek indient bij de minister dat hij of zij vertrekt. Dat noem je een motie van wantrouwen. Het budgetrecht, nou, dit wordt natuurlijk veel gebruikt na Prinsjesdag, als het over de begroting gaat. Dat is het recht om wijzigingen in de begroting te maken namelijk. Het recht om een parlementaire enquête aan te vragen. Dit kan over allerlei grote kwesties gaan uit het verleden, zoals het opkopen van ABN AMRO door de Nederlandse overheid, de missie in Irak, enzovoort. Een parlementaire enquête is een zwaar middel om achter de waarheid te komen. Ze hebben het recht van interpellatie. Dat wil zeggen dat de Kamer het recht heeft om een minister ter verantwoording te roepen. Als een minister dus iets doet of zegt waar de Kamer problemen heeft, kunnen ze de minister naar de Tweede Kamer halen en dan moet de minister tekst en uitleg geven aan de volksvertegenwoordiging. En ze hebben het recht om vragen te stellen. Dus waarom dit beleid, waarom niet zus, waarom niet zo, enzovoort. Wat is nu de verhouding tussen de regering en het parlement? En daarbij kijken naar wat bepaalt die verhouding eigenlijk. Daar heb je een aantal dingen voor. Ten eerste het regeerakkoord. Het regeerakkoord is eigenlijk een soort vierjarenplan, waarin staat wat ze in de 4 jaar dat ze een regering zit, willen gaan bereiken. En eigenlijk als je erover nadenkt, als je van tevoren al opschrijft wat je wilt gaan bereiken, en je bent het daar al over eens met de meerderheid van de Kamer, ja, valt er dan nog wel zoveel te controleren en te stemmen. Het gaat ook om informatie en vertrouwen. De Kamer moet erop kunnen vertrouwen dat ze alle informatie krijgen. Toch moet je wel bedenken dat die minister veel meer ambtenaren tot zijn beschikking heeft dan een Kamerlid. En dus over veel meer informatie beschikt, waardoor die eigenlijk veel makkelijker antwoorden kan geven of besluiten kan nemen. Bovendien
hebben sommige ministers ook nog wel eens de neiging om niet altijd alle informatie te delen met de Tweede Kamer. En ook moties bepalen de verhouding tussen regering en parlement. Vergeet niet dat als er een meerderheid is om een minister weg te sturen, dat wel degelijk de macht bij de Tweede Kamer ligt. De huidige ministers. We hebben op dit moment het kabinet Rutte 1, waarin 12 ministers zitten. Dat zijn er 3 minder als de vorige keer. Ministerposten verdwijnen nog wel eens of komen nog eens bij. Ligt een beetje aan wat het kabinet wil.